Yo, fijn dat je kijkt. Een hele goeie morgen. 10 dagen geleden had ik mijn eerste Efteling vlog uitgevoerd en nu kijken jullie naar een tweede Efteling vlog. Hoe tof is dat? Zoals jullie weten, Symbolica was geopend op 1 juli en we zijn ondertussen nu al eind september, we zijn 3 maanden later. En ik heb eigenlijk niet echt de kans van gemaakt eigenlijk om Symbolica te bezoeken en een vlog uit te voeren. Maar nu is het eigenlijk het moment. Eindelijk, het werd tijd. Echt waar, na 3 maanden later. Maar ik ga niet alleen, ik ga wel samen met mijn zus en met mijn moeder. Dan heb je mijn moeder ook al gezien. We rijden nu richting Walwijk. Asma rijdt nu achter stuur. Maar deze keer ben ik dan weer handenvrij. Zeg. Dus ik hoef niet te rijden. Maar Asma wel. Ja. Spijtig voor haar, hè? Ja. En onze zus slaapt verder. Daarom mocht ik mee dat ik moet rijden. Oké, we zitten bij de reserveparking. We staan hier nu bij Klein Duimpje nummer 6. Oké, nee, 6. De auto staat op 7. Oh ja. En je moet maar eens zien hoe ver we nog moeten stoppen. We zijn bijna thuis. Ja. Allee, niet te schatten. Allee, we zijn al om 10 uur vertrokken vanuit Antwerpen. En dan staan we gewoon op de reserveparking. Dat is gewoon wat balen, hè. En hier zijn we dan. Voor de eerste keer dat we naar Symbolica gaan. Eigenlijk goed weer hebben we vandaag niet, maar het weer valt gelukkig nog wat op. Een beetje wat gedruppel, kleine bui, maar straks gaat het waarschijnlijk weer over. Wel, dat is gewoon een vlag eigenlijk, hè. 65 jaar bestaan. Alleen nog voorbij de kleine hoek hier nog voorbij en dan zien we het hele complex van Symbolica. Alleen voor het eerst dat we het in de werkelijkheid zien. Ik zie een bekeldje gedoken bij de recruitment. Wauw, heel schoon. Prachtig. Nee, dat valt nog wel mee, hè? 25 minuten. Anders is 70 minuten. Ah, oh, nee, dat is de gewone entree, hè? 70 minuten. Maar echt voor het allereerst dat we Symbolica gaan doen, eigenlijk. Ik ben wel echt onder de indruk. Een paar collega's van mij op het werk hebben de Symbolica al beleefd. Nu alleen ik nog. Dus, we zitten nu in de wachtrij van Single Ride, dus we gaan gewoon apart. Een wachtrij van 70 minuten. En dan nog met een bui regen. Nee. U wordt verwacht op audiëntie bij de koning in Symbolica. Het paleis ter fantasie. We staan hier bij de single ride, dus de kans is op dat we waarschijnlijk tezamen zijn of apart. Dat is niet bekend, maar nog heel even en dan zijn we uit de regen, voorlopig. Allee, je zit niet echt in een pagode, maar je hebt wel op dat plein wel een heel schoon zicht. Goedemiddag. Ja, ja. Hallo. Hey, hij zit wel weer, jongen. Mijn naam is Oyer Punctuel, secretaris protocolaris in deze palast. Secretaris protocolair de ce palais. Mijn naam is Oyer Punctuel, secretaris protocolair van dit palais. Ik hou gedragsregels die hier gelden aan het hof uitzonderlijk goed in de gaten. Ik hou zo gezegd een oog in het zeg. Lid 33, statuut O250. De koning heeft altijd gelijk. Hij kent nu eenmaal zijn gelijke niet. Zelfs als hij appels met peren vergelijkt, dan nog heeft hij gelijk. De koning had immer recht. De roi had toujours raison. The king is always right. He has no equal in the world.
duidelijk op exclusieve audiëntie. Een officieel bezoek aan onze koninklijke hoogheid, koning Bardulfus. King Bardulfus. König Bardulfus. Le roi Bardulfus. Regel 588. Aanwijzingen dienen daar direct te worden opgevolgd. Instructions must immediately be followed. Ik zie dat er nog steeds een aantal gewaardeerde gasten de ontvangst al binnenkomt. Wat maakt u een beetje voor, alstublieft? De koning wacht op u. Please, hurry up. The king is waiting for you. Le roi vous attend. De koning erwartet u. Audiëntie bij onze koning, die zich hierboven bevindt. Wat is dit? Alle toverswinkels, hallo allemaal! Onze koninklijke tovernaar! Wat een saaie boel! Wat doe jij hier? Ik heb een veel leuker idee. Geen audiëntie, geen regels, maar ga met mij mee. Nee. Een reis door vertrekken. Vol magie. Het heet hier niet voor niets het Paleis der Fantasie. Want to run through the Palace of Fantasy? No. Obey the rules. Denk aan de regels. Transito, culto, fabulu. Trage treden, openen! What's happening with the stars? No, stop. Doesn't an in. Voetenvegen, wipe your feet. Feet them out here. See? Wow. Niet zelfs voor ogen gaan. Dan gaan we daar gelijk even zo'n ding in lopen. Oh my, zie je al die lampen helemaal onder de spinnenwippen. Ja, ze mogen hier wel eens kruisen. Alleen de nieuwe attractie en het is hier al smerig. Ja. Oh ja, het is sowieso nep. Hè. Maar weet dat als je eigenlijk deze gang ziet, hè, weet je niet dat je daar zo aan denkt als een volontarium? Maar dan wel met meer thema, hè. Allee, ik vertrek als last. Kijk, ik heb mijn zitplaats en ik bevind mij nu bij de muziektour. Kan niet kiezen. Thank you.
Geweldig. Echt magisch. Hier is het veilig. Souvenirs. Oh, wel, ik heel mooi. Zeker en vast. Zeker vast de tweede keer erin moeten. Maar dan wel met ons drieën samen, hè? Ik vind jou best leuk. Maar een geweldige dark ride. Nou kan ik geloven dat dit de duurste dark ride is van heel West-Europa. Echt heel prachtig. Nou, en hier komen we zo dus naar buiten.
Zo. Geweldig. Blijf lekker een beetje door, hè? En dan ben ik ons zus en ons ma even kwijt. Ah, daar zijn ze. Wat gaan we doen? Wel, Symbolica, het was echt de moeite waard. Wij hebben er ons van genoten, zeker als we de tweede keer erin willen. Ik was in de muziektour geweest, ons ma in de heldentour en ons zus in de schattentour. We hebben juist een broodje en een gebak gegeten bij het Witte Paard. En hier gaan we gezellig doorwandelen bij het Volk van Laaf. Lekker gezellig. Hartstikke leuk. Er zit iemand in. Een gezellig natuurwandelingetje door de Volk van Laaf. Maar je moet je zien, hier ook al een drukte van een wachtrij hier. Heb ik geen goesting in. Allee, er is eigenlijk ook iets nieuws bijgekomen, het jubileum in het museum. Zie je wel, bij het Anton Pieckplein. Nu, zien we wat er allemaal nieuwe dingen bijgekomen is. Mooi. Echt heel speciaal, je kunt er eigenlijk gewoon van alles van zien. Zoals Ravelijn. Ik wil zelf inzoomen. Allemaal aanpassen. En de symbolica's, hè. Dat beweegt echt, hè. Alleen een grote platte grondkaart dat alles beweegt. Echt gewoon mooi. We zijn allemaal weer ja, hier, hè. Wat? Ja, je kunt het zo draaien. Dat is waar. Hier staan de auto's geparkeerd. Ah, in de vroegere tijd, hè. Ah, ja. Allee, dat is een symbool van geschiedenis, van vroeger. Ja, ik denk dat je het zo moet draaien, ja. Zelfs die attractie die bewegen ook als in die kerken. Een heel schone aandenking eigenlijk van de mensen die zijn geweest. En... Allee, spijtig dat ik er eigenlijk niet bij was, want anders had ik eigenlijk ook een aandenking achtergelaten in het museum. Dat zou ook wel tof zijn. Ik heb een nieuw hoedje. Hoe sta ik ermee? Nee hoor, het is een pagode. Ja, maar we staan allemaal wat te wachten in. Elk hebben ze dus wel heel goed aangepast eigenlijk. Hè. Als je kunt zien. We hebben alles afgemeten vanaf van de vier. Van de pagode zelf. Wauw, zie dat hier. Voor het eerst dat we het dak van Symbolica zien. Allemaal zonnepanelen en een deel van de natuur dat aangepast is met Symbolica. Wauw, prachtig. Ik laat jullie nog wat verder genieten van het schoon uitzicht. Geen schoon weer, maar tenminste een uitzicht. Dit was het einde van het ritje in de lucht. Heel schoon aangepast eigenlijk, dat zo achtertuin eigenlijk van Symbolica. Plus met die dakpannen, die zonnepanelen. Eerlijk gezegd, ik vind het eigenlijk niet echt mooi eigenlijk voor een achtertuin. Echt.
maar die is wel schoon aangepast. Wie heeft er zin eigenlijk met mij mee in de baron te gaan? Ah, nee, dank je. Nee? Ja, mij moet de zakken dragen. Iemand moet bij de handtas blijven. Ja, dat is waar. Allee, ik heb het geprobeerd. Zalig Jerit. En nog altijd een regenbui, hè? Altijd een rotte kastanje weer. Maar ik zie ons Maas, hè? Aan het balkon daar. Een balkon? Ja, nee, aan het plein, aan het pleintje, hè? Ja, dat. Ik wil niks wachten, want ik moet omlopen. Wacht. Jezus. Ziet er niet uit. Ja, ik wil eerst zitten. Nee. En daar staat ons Maasje. Dat is een zwarte paraplu. Ja. Ah, nou moeten we lachen, hè? Nou moeten we lachen. Yo. Yo. Hey, ma. Is genomen voor in de wachtrij van Symbolica. Want we gaan eens voorzien dat we nog eens voor de tweede keer erin gaan. Maar we hopen dat de wachtrij eigenlijk wat meer opvalt. Hè. Zo mensen, deze vlog zit erop. Echt waar. Vandaag is het eigenlijk een rood kastanje weer. En nu pas begint de zon al te schijnen. Maar wel een hele mooie zonsondergang. Maar echt Symbolica, echt geweldige dark ride attractie. Een van de mooiste, duurste dark ride attracties van heel West-Europa. Alleen tegenover gezicht van Ratatouille The Adventure. Maar vond je het een hele goede vlog, zeker en vast een duimpje geven. En dan zie je zeker en vast weer de volgende keer. Maar echt waar, zijn moe hoor. De mazzel.